In China zijn er sinds een maand heel veel mensen besmet met corona. 3 jaar lang waren er superstrenge regels. Hele wijken of zelfs steden gingen in lockdown als 1 iemand besmet was. Die regels zijn een maand geleden afgeschaft en daardoor raken nu veel mensen besmet. Plots kan het virus heel gemakkelijk verspreiden. Dat is 1 reden. En een andere reden is ook dat Chinezen minder goed gevaccineerd zijn dan wij. Er zijn minder mensen gevaccineerd en ze hebben ook iets minder goede vaccins gebruikt. Dus hun immuniteit, hun weerstand tegen het virus is minder sterk dan de onze. Door die vele coronagevallen in China nemen sommige andere landen ook opnieuw maatregelen. Sommige landen vragen bijvoorbeeld een negatieve coronatest van reizigers uit China. Ons land gaat het afvalwater van vliegtuigen uit China testen op corona. Ja, want in uitwerpselen, Kakadus, kan je corona opsporen. We hoeven ons eigenlijk niet veel zorgen te maken hier in België over de situatie in China. Het is hetzelfde virus als bij ons. Het is niet gevaarlijker dan het virus dat wij hier kennen. We maken ons misschien wel een beetje zorgen over het feit dat China niet zoveel informatie met ons deelt. En daarom willen we ook wel proberen om goed mee te volgen wat dat daar gebeurt door onze eigen testen te doen. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.